mensen, welkom terug in een nieuwe video en welkom terug in Minecraft en speciaal nog in Missile Wars. Dit is een spel dat is gecreëerd door Seth Bling, de bekende YouTuber Seth Bling, en met Cubhamster of Cubehamster, hoe je zijn naam ook moet zeggen. Maar dit spel is niet voor één persoon, dit spel is voor twee personen of meer. En daarom ben ik hier met mijn vriend, waar is hij daar? Woe, Luc! Luc, hey. Oftewel, hoi, Luc! Ja. Hey allemaal. Dit is Luc, oftewel Airborne Legend. Hij is net met YouTube begonnen. Ga even naar zijn kanaal toe. Ik zet zijn kanaal zet ik in de beschrijving. Ga even naar zijn kanaal toe. Subscribe, laat even een like achter. Dat zou hij heel fijn vinden, want hij wil ook gewoon een YouTuber worden, net zoals ik. Dus ja, Luc, wij gaan lekker spelen. Welk team wil jij zijn? Groen. Oké, dan ga ik rood. Even kijken of het wil werken dit keer. Nee, het wil niet werken. Ik mag rood team niet joinen. Oh, dan heb je pech. Ik zit al bij groen. Ja. Oh, wacht. Misschien is dat... sorry mensen. Zo, klinkt gezond. Ben ik ook nog steeds verkouden. Ik ga even kijken. Of dit nu werkt. Misschien moet ik in adventure game mode. Ja, oké. Okay, hey, gefixt. Ben jij klaar? Dan moet je even joinen, hè? Ready to go. Woe! Yep. Oké, mensen. Ik ga niet uitleggen hoe dit spel werkt. Dat zien jullie vanzelf wel. Het heet Missile Bars. Kom maar. En we krijgen items. En hij heeft nu daar een raket gedeployed. En ik deploy hem hier. En dat is alles. Je moet raketten deployen. De raketten, nou ja. Het zijn TNT dingen die door de lucht heen vliegen. Je krijgt soms ook pijlen waarmee je ze kapot kunt schieten. En wat je moet doen is door al dat glas heen en dan de portal, een van de portals daarachter kapot maken. Op het moment dat je dat hebt gedaan, heb je gewonnen. En als er dan zo'n ding, raket aankomt, moet je dus er eigenlijk ook voor zorgen dat je de raket kapot maakt. Zodat hij zo min mogelijk damage doet. En Luc, je hebt best wel veel damage gedaan. Hij valt naar beneden. Laat me met rust. Oké. Doe mijn best, oké. Ik sprong op een van die dingen om het dynamiet eraf te halen. Ja, dat deed ik ook. Alleen bleef ik nog net op een blokje staan wat blijft leven. En we hebben 5 pijlen gekregen. Dus dat is op zich wel handig voor wanneer jij nu ook je raket op mij afstuurt. Oeh, en een fireball. Maar die kan ik hier niet doen. Ha, mis. Mis. Volgens mij heb ik alles gemist. Oh, net aan mis volgens mij. Ja, jij kunt wel eens doen met die fireball. Oh. Ik wist niet dat we alweer meer raketten hadden gekregen. Volgens mij heb ik je raket geraakt. Volgens mij komt er eentje bij mij net binnen. Oh, fuck. Ja, dat klopt ook. ik zie niet waar ik die fireball heen stuur. En deze raket komt nu gewoon tegen mij aan. Ik vrees dat jij dit gaat winnen. Is dat zo? Ik had juist het idee dat ik... Chips. Yes, ik heb deze gestopt. Oh god, daar komt er nog een. Ik moet... Deze... What the fuck? Jouw raket duwde mijne aan de kant. Echt? Ja. Oeh, dat is leuk. Dat is goed voor mij. Dat is leuk. Dat is wel leuk. Gaat deze ontploffen? Ja. Oh, die ontploft niet. Die ontploft wel en daardoor gaat die ook ontploffen. Shit. Wow, oké. Super grote explosie hier zo. Ja, dat zal de helft van de muur wel zijn, denk ik. Nee, niet de helft van de muur. Je bent... Drie kwart? Nee. Je bent op één punt net dan door het eerste gedeelte heen. Rot op met die fireball. Oh yes, ik heb die raket geraakt met de fireball. Die twee raketten gaan elkaar raken daar zo, hoop ik. Ja, dat doen ze. Alleen waarschijnlijk gaan nu alle raketten ontploffen. Oeh, jij gaat sneaky beaky.
Sneaky Beaky like. Sneaky Beaky like. Zo heel laag een eentje doen, hè? Nou, dat kan ik ook. Hier, pak vast. Gaat hij er langs? Ik denk dat hij net langs gaat. Ik vrees van wel. Maar, ik heb ook nog een shield. En dat heeft... Oeh, het shield heeft gefaald. Shit, dat is ook nog een raket van jou. Ha! Ik heb je ding, je fireball, weggekaatst. Ik zag hem langs vliegen, ja. Oh god. Doeg. Uh-oh. Nee! Ja, wel! Oeh, ik zie al heel veel punten die een beetje zwak aan het worden zijn, Luc. Stil. Oké, sorry. Moet je dat nou weer in? Oeh, ja, pijlen. Yes, geraakt. Ik heb ze allemaal gemist. Ik heb er 0-2 raak geschoten. Vang. Oh, explosie gooit ik een pijl weg. Ja, nu heb ik een gewone pijl van jou. Oh, op een of andere manier stopt die raket van jou daar gewoon rennen in de lucht. Oké. Het zijn wel weer echt typisch mijn raketten. Ja, mijn raketten komen wel aan. Te lui om verder te gaan. Ja. Luc, doe eens wat aan die raketten die ik op je afstuur. Huh? Oh, die raketten. Oh, fuck. Ik weet niet of ik daar nog wat aan kan doen. Ik vrees van niet voor jou. Oeh, ik zie het portal. Oh. Alleen, jij gaat daar nu ook best wel wat damage doen. Succes, Luc. En die shield, dat faalde echt zwaar. Ik weet het. Ik hoop voor jou dat we nu pijlen gaan krijgen. Dat je die gaat raken, want anders win ik. Ik ga voor de portal staan. Dat helpt niet. Jawel. Dat helpt niet. Jawel, dan haal ik TNT weg voordat je bij mij bent. Nee, maar als hij gewoon doorvliegt, dan breekt hij alsnog het portal. Gun me nou eens iets in mijn leven, Frank. Oh, jeetje. Dat shield was goed. Ja, ik krijg even nog TNT in mijn kop geslingerd. Godverdomme. Hopelijk was mijn shield ook goed. Oh, mag ik godverdomme zeggen? Yes. Ja hoor, van mij mag het. Misschien van YouTube niet, maar... Van mij mag je. Ik ben hier ook katten aan het slaan. Oh, dan wordt straks je kanaal verwijderd. Oh, lachen. Nee. Luc, douche is niet zo laag. Hoezo, word je bang, Frank? Ja, dat vind ik gemeen. Want daar is al een heel groot gat. Ik weet het. Ik krijg niks meer. Nee, ik ook niet. Het duurt elke keer 11 seconden voordat we iets krijgen, maar het voelt toch wel vrij lang. Ja! Oh. A red tomahawk. Red tomahawk? Jij krijgt een groene. Oh god! Boy! Shit, dat ging niet goed. Oké, ik vrees dat je... Oh, daar ging de fireball. Oh. Wilde je raken? Shit, die sprong is te ver. Ik kan nu niks meer doen tegen die raketten naar beneden. Ze zitten tegen een schild aan. Oh, dat is best wel... Nou, oké, dat valt eigenlijk wel mee. Op het diepste punt ben je net 2/3 er doorheen. 2/3? Jij bent er doorheen. Ja, goed. Als ik nu deze fireball doe, dan heb ik gewonnen. Nee hoor. Maar volgens mij mis ik het gat. Je mist het gat net. Toch jammer. Fuck off. Monkey on the car. Fuck off. Fuck off. Hey Luc, fuck. Waar? Hierboven. Hey Frank. Ja, ik zag het. Porto volgens mij. Nou, je bent er nog niet doorheen. Je ziet wel de kleur, maar je bent er nog nergens doorheen.
Oh. Hopelijk raak ik je raket. Nee. Got him. Got him. Die is nuts. Die is nuts. Oh god. Ja, dat shield helpt ook niet echt meer. Ik moet daar alles naar boven krijgen. Jij moet alles zo laag mogelijk krijgen inderdaad. Ik ga ervoor zorgen dat ik wat naar beneden kan. Je gaat een trappetje maken in het glas. Ja. Hey. Oh god. Gavi. Opeens was daar een gat. Oeh, je bent echt al ver hoor. Voor jou doen. Ja, ik zit alleen elke keer tegen mijn eigen schilden aan. Dat is niet echt handig. Nee, dat is niet het meest handige. Nee. Ik viel net weer door een gat heen. Ik zie je staan. Het ziet er zo droog uit. Ja, wat minder droog is, is hoe ver jij nu al hier bent. Ja, oh god. Die gaat ook tegen mijn eigen shield aan. Ik vrees dat ik nu zelf een gat ga blazen in de muur. Oh, nee. Laat me winnen, ik wil winnen. Oh, hier is een vuurbal. Luke, stop eens met die raketten daar zo laag. Oké. Okay. Nee, dat is een shieldbuster. Die gaat er doorheen. Yeah. Oh, hell yes. Ja, ik denk dat je hebt gewonnen. Oh, dat zou ik wel erg prettig vinden. Ja, hij is tegen het portal aan blijven hangen, maar nu gaat de TNT op. Yeah. Oké, goede match. En kijk, nu komt er een vliegend paard die heel laggy is. Woo! Oh my goodness. Dat ben je niet. Kijk waar mijn raket half is. Die heb je zeker kapot gemaakt hier zo. Ik denk het. Er zit er eentje hier tegen je porto aan. Oh, die had ik nog helemaal niet gezien, joh. Echt niet? Oh. Als die ontplof was, had ik gewonnen. Nou goed, oké, mensen. Dat was dit potje. En we gaan nu niet nog een potje spelen. Ja, we gaan wel nog een potje spelen. Maar dat andere potje komt op Luke's kanaal te staan. Dus wil je die video nou zien? Want ik weet zeker dat die video echt leuk gaat worden. Klik er even in de link in de beschrijving. Op de link in de beschrijving. Ik ga ervoor zorgen dat die link helemaal bovenaan staat. En subscribe even aan Luke. En laat even een like achter onder deze video. Mocht je deze video leuk gevonden hebben. Ben je nog niet subscribed? Subscribe dan ook even. En ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao!